De Mercommissie geeft nog geen positief oordeel over het grootschalige evenementen- en ontspanningscomplex de Bavelse Berg, dat Grondmaai NV en ING Real Estate willen ontwikkelen op de voormalige vuilstort tussen Breda en Dorst. De commissie wil een betere onderbouwing van de afwatering na de bebouwing van het tientallen hectare grote gebied. Ook zijn er te veel onduidelijkheden rondom geluidsoverlast. Hoe lang dit project vertraagt is nog niet bekend.